Hoe lang bestiert je koor nou? 35 jaar. 35 jaar. Ja. En vanaf, redelijk vanaf het begin, is dirigent Peter erbij gekomen. Zeggen ze? Ja. 29 jaar. Hoorde ik net. Ja, klopt. Peter, hoe was dat toen? Toen? Toen. Ja, dat was een heel ander koor. Dat waren meer de Ray Conniff Singers-achtig. Klopt. Dat soort muziek. Lekker lust. Ja, gewoon lekker rustig aan. En kunnen ze nog allemaal een noot lezen? Of ben je nee, de enige die gelukkig niet. Lezen? Gelukkig niet, want dan kunnen ze mij verbeteren. Nou niet. Ik heb naast hem zitten, Ali. Ja, en klopt. Ali zit er al vanaf het begin bij. Ja. Hoe was toen die dirigent dat hij binnenstapte? Toen deze dirigent bedoel ja? je? Ja, fantastisch natuurlijk, want anders hadden we hem niet gekozen, hè, als koorleider. Ik ben bedankt voor dat antwoord. Ja. Ja. Nee, en hij is ook degene die echt het pop erin bracht. Ja, gewoon. Dus wat het nu nog steeds is, popkoor, maar Peter die echt begon met hem een nieuwe koers eigenlijk. Echt de pop. Een nieuwe koers. En Sandy, wanneer ben je erbij gekomen? Ja, 2 jaar geleden. 2 jaar geleden? Ja, ja. En dan stap ik zo in zo'n groot gemeen koor. Ja, en het was een warm bad. Het was echt direct welkom en superleuk. Ja, dus ik ben hier weer weggegaan. Nee, dat zie ik. Ja. Ja. Dat komt niet weg. Wat is het charme wat jullie vooral brengt? Ik denk dat Peter dat beste kan beantwoorden. Gewoon popmuziek, hedendaagse popmuziek. Ja. Iets van hedendaags, iets van iets meer terug. Er zijn eigenlijk geen restricties wat dat er gaat. Je kunt zingen wat je leuk vindt. En hoe is het dan een zo gemengd koor aan te sturen? Nou, dat is een hele klus. Ja, ja het is af en toe net een kleuterklas. En soms is het voortgezet onderwijs. En soms is het lagere school. Dus ja. Je schiet er wat mee op. Ja, weinig. Dat je schiet er wel eens op. Maar je vindt het wel heel mooi. Ik vind het fantastisch. En Ali... Vind je het ook nog hartstikke ja, mooi, als zeg je van, ik heb elke dag de radio aan en ik luister elk plaatje? Ik heb wel elke dag de radio aan, ik luister dus ook wel de plaatjes, maar ik vind het koor fantastisch. Gewoon echt, het is natuurlijk het lieve leed wat je er mee maakt, maar het is vooral het zingen, wat je echt hartstikke leuk vindt. En je gaat eigenlijk altijd blij weer naar huis. Echt, je krijgt altijd vrolijk en opgewekt gevoel. Je bent kameroon. Ja, eigenlijk wel. Ja. Vrienden en vriendinnen. Ja, eigenlijk. Ja. En dan is wat hij dan doet, is elkaar helpen. Als er iemand een beetje in Noord zit. Of dat is het mooie van een koor, hè? Of ja. Want ik heb het ooit wel geprobeerd, maar ik hoefde geen contributie te betalen. Oh. Ja, ja. En ook niet weer te komen. Je kunt het treffen. Oh ja, dat doe ik ook. Je kunt het treffen, maar ik vind het zo boeiend wat jullie dan met z'n allen doet om samen die muziek te maken. Want ik hoor ervan aan, niet iedereen kan noten lezen. Peter moet het voorzingen. Ik zit wel voor en we hebben natuurlijk een geweldige pianist. Ja. Die heeft het ook bij. We zijn altijd de kar aan het trekken hier samen. Dus we doen het allemaal samen. En hoe hoor je dat dan? Want het bent niet veel. Je hebt verschillende niveaus. Je hebt tenoren, je hebt bassen, je hebt sopranen, je hebt... Ja. Alles wat een normaal orkest ook heeft, zit erin. Ja, hoe hoor je dat? Dat hoor je gewoon, als je ervoor staat. Want dat is waarom hij dirigent is en wij niet. Dat hoor je gewoon. Ja, dat is in de loop der jaren natuurlijk veel, iedere keer, in de jaren dat je erbij bent, nou bijna 30 jaar, dan vind ik het altijd fantastisch hoe goed jij ook voorbereid bent met alles. En ook echt alle partijen ook echt goed voorzingt. Zodat je precies weet, nou, dat moet je doen. En net wat Peter dus ook zegt met onze pianist natuurlijk erbij. Dan krijg je echt de aanwijzing van hoe je het moet doen. Ja, nou ja, dus. Ik heb die partities, hoe heet die ding? Partituur. Partituur. Ja. Ik kan niet meer op het bord komen, sorry. Het is vlak voor de kast, ik kan het niet weten. Maar er zijn alle verschillende instrumenten staan. Partijen, stemmen. Zangpartijen. Ja, ja. Alle, dat zie je zo in één keer overheen wanneer wat... Schievig is? Jawel. Je hoort het ook. Ja. Dat is voor het naamste. Maar ja, ik kan me voorstellen dat... wat bent jullie? Nee, wat bent jullie? Ik zing sopraan. Sopraan. Ja. Eerste sopraan. Eerste sopraan. Ja, want jij hebt nog tweede en dat, hè?
Nou, het tweede sopraan heb ik ook nog. Ja. En hier ik ben alt. Je bent alt? Ja. Hoe klinkt dat nou samen? Kunt jullie allebei een C of een A geven? Nee. Nee, dat is met die noten lezen. Ik heb geen idee. Nee. Ja, ik kan wel noten lezen. Dus, maar goed, om dan de juiste toon te pakken, dat is... Ja, je krijgt files toegestuurd, hè? Dorven we bij die dirigenten. Zeker, absoluut. En de pianist. Ja, ja zeer zeker. Ja. Want dat gelukt me, Johan. Ja, want zonder Harry wordt het ook niks. Nee. Maar het is inderdaad, met dat je het geluid hoort, kun je het nazingen. Tenminste, zo werkt het bij mij. Ja. Ja. En goed oefenen natuurlijk is belangrijk. Ja, vroeger toen ik zong, was dat wel hard, dat wel? Zal dat wel halen? Dat oefenen? Ja. Zeker, vast en zeker. En onder de douche gaat dus ook altijd goed. Ja. Als je jong begint, dan kun je ook jong bij het koor. Kan ja, dat? Zeker kan. Jawel, zeker wel. Ja? Jawel. Dus aan iedereen die een beetje een noot kan zingen, en die heeft plezier in, die moet dan even bij de harmoniezingers langskomen. En met die volgende 34 jaar er ook deur te komen. Ja, natuurlijk. Zou mooi zijn als het nog 35. Het zou helemaal mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Ja. En Niel het ook wel vol. Jawel, zeker wel. Jawel, hoor. Zeker lukt. En Ali die lukt het ook wel. Ja, zeker. De volgende 35 jaar. Ja, hoe oud ben ik dan? Kijk, als niet zo. Nee. Lukt het ook wel. Ja, ga vanuit, hè. Nou, dan maken jullie dat jubileum. Daar ben jullie druk mee bezig om die muziekstukken te leren. Ja. Ja, we hebben het 9 december hebben wij de... 9 december gaat het. Zaterdagavond 9 december in de Vredehorst. Dan is onze jubileumshow. En er zijn nog wat kaarten, maar het gaat heel hard. Ja. Want we hebben op dit moment nog zo'n 150 kaarten die nog verkocht kunnen worden. En dan is het gewoon... Wat kost die ding? Het zijn €15 in de voorverkoop. En dat is inclusief een consumptie. En gratis parkeren. Ja, of een biertje. En dat is ook wel 3,5 euro, jongens. Dus... Ja. Van vanmiddag. Zeker. En wat brengt jullie allemaal, Peter? Hoe bedoel je? Wat brengt jullie die hand allemaal? Nou, afwisselend repertoire met een aantal solisten, groepjes, balancisten in de originele bezetting. Die helpt ons altijd mee. Dat is ook mooi. En die hebben ook hun aandeel nog in de show. Dus voor elk wat wils. Precies. Ja. Dus allemaal, feest. Zeker. Ja. Tuurlijk. Zeker. Allemaal gezelligheid. Ja. En vooral meedoen, hè. Want de zaal mag ook mee zingen. Nou ja, nou... Ja, als je er bent, dan mag je meedoen. Nou, laat dat zomaar eens zien. Ja, dat wordt nog een verrassing. Die, dat meezingen, dat is nog, dat is nog speciaal. Ja, niet alles vertrouwen, hè? Dat kan nog. Het moet een beetje verrassing blijven. Mag zo wel meezingen als wij gaan zingen? Ja. Dan mag je altijd meezingen. Nou, ik wil het wel graag hören. Dat mag. In mijn klein stukje ervan, mag dat dirigent? Ja, natuurlijk. Altijd. Ja. Ali, doe je ook met? Absoluut. Cindy, doe ik mee? Zeker weten. Dan gaan we zo de zaal in. Doen we. Gaan we eens in belasten. Goed. Lijkt me goed. Tot zo. Tot zo.